wat jij moet doen, ja, is heel verschrikkelijk achter de wijf aan. Ja. Ja. Doe Jeroen Pauw 2.0. En van Bill dat je helemaal gek wordt gewoon. Niet opgeven, doorgaan gewoon. Blijven. Ja. Ik heb even moeten graven. Ja. Want in de tijd dat jij televisie maakte, ja, dat is ver voor mijn tijd. Zijn de tijden niet veranderd? Dat de dingen die jij deed, dat toen allemaal wel kon. En dat je nu met de tussenmeng van die perschefs en alles, dat het veel gemaakter is. Nee, nou kan het niet meer. Je stond met Maradona. Ook. En die neem je dan zo, pak je, ja, bij zijn kop en door zijn krullen. Ja, ik vraag toch niks. Nee, maar dat zou, moet je voorstellen dat wij nu Messi krijgen en we doen dat. Dan, ja, springen er gelijk die man in mijn nek. Ja, maar dan heb je het al. Ja. Dan heb je het al. Kijk, maar dat is entertainment gewoon. Dat is entertainment. Nou, maar dat ben ik in principe dus ook. Ik ben gewoon een entertainer. Zo was Johan Derksen, benoemde jij tot de azijnman van Nederland. Wat vind je dan van de televisie die hij nu maakt? Ja, nou, dat is nog het enige wat er nog een beetje leuk is op tv. Ja? Nou ja, leuk. Ik bedoel, er gebeurt toch niks op tv? Nee, daarom. Ik was benieuwd. Nou, tv is natuurlijk één groot drama op dit moment. Wat missen we dan? Dat van alles. Ja, te lang. Wat dingetjes een beetje meer de grens op kunnen zoeken, toch? Ja, nee, met de praatprogramma's. De grens wordt dan opgezocht bij Lubach. Ja. Dat is toch ook de braafheid nog ten tijde, ten top. Dat is allemaal braaf. Er wordt toch niet meer iets gedaan waarvan jij en ik dan zeggen de volgende dag, wauw, heb je die gezien? Oh, zag je dat? Kulleren, dat was even wat. Wat heb jij gemaakt toch dan wat dat gevoel op, ja, zou moeten op moeten roepen? Ja, maar goed, wij deden nog vroeger namen de pauze in de maling. Wij zochten veel meer de grens op. Mm-hmm. Je moet de grens opzoeken. En dat wordt niet meer gedaan. Dus er is, het is ja, alleen dus nou bij VI het wel? Wordt alleen maar de brave. Ja, nou ja, juist daarom is dat het enige programma, ja, waarin nog een beetje iets gebeurt. Want voor de rest is het één grote brei aan middelmatigheid en saaiheid. Dus we moeten figuren als Johan Derksen moeten koesteren. Ja, natuurlijk. Want wat heb je anders dan nog? Nee, maar Johan speelt ook een rol. Johan is gewoon, die heeft twee kanten. Johan heeft een aardige kant en die heeft een narige kant. Nou, als Johan hier binnenkomt en Johan hier gaat hier zitten, dan hebben wij ongelooflijk veel lol met Johan. Johan komt met anekdotes, we liggen dubbel en geweldige verhalen. Hij is aardig tegen jou, hij is aardig tegen mij. Hij loopt 10 meter verder. En hij zegt gewoon tegen iemand anders, nah, die van mij, dat is een ongelofelijke klootzak. Ja. Maar met hetzelfde gemak. Nou, dat is Johan Derksen. En entertainment is, ja, dat is wat het is. Ik heb altijd gedacht, het gaat over niks en het stelt niks voor. Maar dat valt wel mee, want er komen nu nog mensen die mij bedanken voor het plezier wat ze gehad hebben door de jaren heen met mij op televisie. Nou ja, dat betekent dat je die mensen toch 5 of 10 minuten of weet ik veel even hun zorgen hebt laten vergeten. Dat is onbetaalbaar. Dat is onbetaalbaar. Mensen hun zorgen laten vergeten. Ja, natuurlijk. Het leven is toch niks. Ik bedoel, het is toch ongelooflijk vervelend vaak en saai. Er is toch geen reet aan. Ja, dat zijn heel een hoop woorden. Een hoop ellende, een hoop verdriet. Ja. Alleen maar. Moet je eens vragen aan die mensen aan de Gazastrook. Zou het leven leuk zijn? Ja, dat denk ik nee. Niet. Ja, vraag, ga in de achterwijken in Bombay of in New Delhi. Ga eens vragen. Hé, hoe gaat hij hier? Gaat hij lekker? Ja, gaat heel lekker. Ja. Dit is allemaal niks in Afrika. Dit is allemaal niks. Heb jij dan niet heel veel geluk gehad? Ja, natuurlijk. Jij ook. Ja, dat heb ik ook. Scheidmazzel, man. Ja, maar je bent zo boos op alles en iedereen nee, lijkt nee, het. Nee, ik ben niet boos, nee, maar nee, scheidmazzel. Nee, je zegt het met een lach en dan kom je heel vaak ermee weg. Maar je lijkt wel boos op de dingen. En op... Nee, ik ben niet boos op de dingen, maar het is... zo moet je er naar kijken. Jij en ik, we hebben ongelofelijke scheidmazzel. Nou, en daar moet je gewoon zo verschrikkelijk blij mee zijn, dag in dag uit. Dank je wel dat ik niet in zo'n klote positie zit. Nou, en dat is alles. En dat is alles. En daar moet je van genieten en daar moet je van profiteren voor die 80 of 85 of 90 jaar dat je hier mag zijn. Kijk, het wordt altijd minder. Uiteindelijk is het zo dat alle mannen die transformeren in lesbische vrouwen gewoon. In lesbiennes. Dat is het gewoon. Want?
Nou, daar... Dit snijdt voor mij nog geen hout, dus ik wil graag uitleggen, maar ik ben er nog geen 37. Dat is de transformatie, dus ouder worden is het, dat is echt niks. Dat geloof ik. Nee, geloof mij nou maar. Dus wat jij moet doen, is heel verschrikkelijk achter de wijf aan. Ja. Ja. Doe Jeroen Pauw 2.0. En van Bill dat je helemaal gek wordt gewoon. Niet opgeven, doorgaan gewoon. Blijven. Ja. En wat als je... Niet drie per week, meer. Altijd meer. Altijd door. Godverdorie, jongen.